Een stralende zon en veel volk op de jeugdacademie van KV Mechelen. Meer dan 30 G-voetbalploegen tekenen present voor het 15e buurlandentoernooi van Malinois. De apotheose is het na het reguliere seizoen in het gehandicapte voetbal. We are there! Wel, we spelen een heel jaar competitie. De competitie is 14 dagen geleden gestopt. En de toernooien begonnen en wij begonnen met ons toernooi, een van de mooiste toernooien van België. We hebben lang moeten wachten. En vandaag is het terug zover en je hoort het geluid achter ons. Ze zijn helemaal enthousiast. Wij zijn vandaag met 32 ploegen. Dus wij spelen tegen Oda Weert Nederland. Wij spelen tegen Bavel Nederland. We hebben Lierse Kempenzone, Westerlo, City Pirates. Allemaal ploegen met een eigen delegatie, maar wel met een gedeeld motto. Fun, plezier maken. Dat is het belangrijkste. Niet alleen het voetballen en de uitslagen, dat is ondergeschikt. De mannen moeten zich amuseren, moeten plezier maken. Dat dat nu met je eigen team is of met andere teams, het moet leuk en plezant blijven. Veel plezier. Lachen, met een smile komt naar boven. Dat is echt wel niet te geloven wat je meemaakt hier met een toernooi en zo. En in Mechelen. Mechelen organiseert ook alles heel goed, vind ik ook. Nee, dat matchje was iets minder, maar ik blijf er gewoon plezier van hebben. Dat is bij mij het belangrijkste wat er telt, dan punten scoren of weet ik veel wat. Ik heb één doelpunt gemaakt. Twee keer gewonnen en twee keer verloren. En dan, ja, zo links en dat wel. Ik vind dat echt heel leuk. Elke dag voetbal ik een half uur of zo. Het G-voetbal bestaat uit 4 verschillende niveaus en ook voor de kinderen is er een aparte categorie. En zo put iedereen van jong tot oud kracht uit het voetbal. Zo ook Senne, kleinzoon van François, die er een turbulent jaar heeft op zitten. Mijn kleinzoon heeft een open hartoperatie ondergaan en door dat heeft hij zijn rechter onderbeen verloren. Dus daarom speelt hij nu bij die ploeg hier en ik kom supporteren. Wat merk je dat het dan doet met hem als hij dit kan doen? Ja, dan herleefde mij. Hij was sowieso al voor de voetbal daarvoor. Maar ja, het kon niet meer doorgaan hè, met de handicap die hij nu heeft. Maar ja, hier kan hem zij nog een beetje uitleven. Hè. Soms zit hem, ja, plots gaat hem zitten en dan weent hem. Dan komt dat allemaal terug. En dan weet hem wat hem daarvoor kon en wat hem nu niet meer kan. Maar met dit, ja, dan vergeet hem alles. En ze weten in de auto dat we goed slapen. Ja. Maar ik vind dat fijn voor hem. Dat is een hoogtepunt voor die mensen. En die zijn zo eerlijk als de bal buiten is. En het is niet voor hen, maar voor die anderen die zeggen dat dan eerlijk. Scheidsrechter zit mis of Harry zit mis, heeft ze maar een tegenpartij. En dan weet je trots, zeker en vast dat wel zo is. En dan doe je dat. Die hebben mijn hart gestolen. Die zijn zo dankbaar. Die staan te wachten aan de poort als je 's morgens hier komt. Die zeggen goeiedag heel de dag, foto's heel de dag. Ik kan dat niet beschrijven. Dat is, als je dat niet gezien hebt, dan geloof je niet. Wij zijn allemaal trots op jullie, alle mensen die hier staan. Het is gewoon één plezier. Hè? Men is gestrest, men is nerveus, men heeft plezier, men is fanatiek. Als je de kids ziet, dan lopen daar mannetjes van 1 meter, of laten we zeggen 80 centimeter groot, tegen mannen van 2 meter. Iedereen is gelijk, iedereen maakt plezier, die mensen hebben een bezigheid. Maar vooral hun mentale gezondheid, dat is belangrijk en daar kunnen wij alleen maar voor zorgen dat het goed is.